Ja, klopt. Als we even marktplaats dan bij stop eigenlijk al. Ik was vanochtend heel erg zenuwachtig, want het is de eerste keer dat ik hier de organisatie van doe. Vorig jaar was het heel goed georganiseerd, afgelopen jaren daarvoor ook. En ik ben vrij perfectionistisch ingesteld, dus ik wilde echt dat het goed ging. Drupal is een open source content management systeem, een mond vol om te zeggen dat je een tool hebt waarmee je heel veel vrijheid krijgt om websites of webapplicaties te bouwen. Ik ben super tevreden, ik heb heel veel positieve geluiden gehoord. Iedereen is blij en volgens mij komt volgend jaar iedereen gewoon weer. Wij staan hier omdat wij van Drupal houden. Het kan bijna niet anders dat wij hier niet aanwezig zijn. Verder hopen wij natuurlijk ook altijd nieuwe mensen te ontmoeten die wij kunnen enthousiasmeren voor Drupal. En ook die wij mogelijk aan ons kunnen binden om als programmeur of als frontend ontwikkelaar bij ons aan de slag te gaan. Ja, de Drupal Jam, daar moet je bij aanwezig zijn. 11 jaar geleden ben ik gestart om de Drupal Jam groot te maken. De eerste sessies waren echt mensen rondom pizzadozen. Ja, en inmiddels een event van meer dan 400 man. Ja, hoe gaaf is dat? Wij zijn Goldsponsor, zijn we, en we zijn er met meerdere mensen zijn we hier aanwezig. Waarom we hier aanwezig zijn, ja, talent natuurlijk, kennis delen, vrienden ontmoeten, ja, en een hoop lol maken. Wij zijn hier omdat wij Drupal sites ontwikkelen, maar ook veel voor de community doen. We hebben het eigenlijk altijd heel belangrijk gevonden om alles wat de community voortbrengt te helpen mee doorontwikkelen. Omdat je op zo'n manier het maximale uit Drupal haalt. Wij gebruiken uiteindelijk natuurlijk veel van de community. We gebruiken modules die beschikbaar zijn. En dan hoort naar ons inzicht bij dat je ook iets terugbrengt naar diezelfde community. Al sinds 2007 werken wij met Drupal. We hebben er de meest fantastische sites mee gemaakt. Van webshops tot kennissites, tot leerapps, tot persoonlijke zorgapps. Wij leren steeds meer over Drupal en gebruiken het steeds veelzijdiger en zijn daardoor gewoon een enorme fan. Ik kan denken, ik doe mijn eigen CMS of mijn eigen code en dat is het beste ter wereld. Maar je kan ook denken, het is al 1000 keer eerder gedaan en waarom zou ik niet hergebruiken wat er bestaat? Dat is de passieve variant en de actieve variant, hoe kan ik bijdragen dat wat al heel goed is en door 1000 is gemaakt, nog beter wordt. En het samen daaraan werken en beter maken, maakt wel dat je staat op de schouders van giganten. Veel van onze merken, de websites, die draaien Drupal 8. En denk aan thetelehaven.nl. Dat wordt binnenkort opnieuw gelanceerd met inderdaad Drupal als onderdeel ervan. De nieuwe privé-website gaat draaien op Drupal. De apps die wij vorig jaar gebouwd hebben in React Native hebben Drupal als backend. Telesport draait erop, Fashion Week. Dus ja, zodoende gebruiken wij best veel Drupal. En nogmaals, dat willen wij hier laten zien. Het
natuurlijk heel bijzonder dat er dit jaar weer 5 mensen zijn die echt heel veel van hun tijd erin hebben gestopt. We skypen iedere week minimaal 1 uur. Iedereen stopt er iedere week 1 tot 2 uur aan organisatie in. En het is een heel groot evenement. Dus je kan niet zeggen, joh, ik doe even 2 weken niks. Want de show must go on. Het is een groot evenement. Er gaat veel geld in om. Veel belangen van sponsors, van sprekers. Groot belang voor de community om Drupal levend te houden. Om iedereen te betrekken. Dus het is vrijwillig. Maar absoluut niet vrijblijvend. Ik zie dus dat elke vijand heeft. Ik zie het git bijvoorbeeld, hoe dat eruit ziet. Een soort van McDonald's in buitenlandse. We staan hier voor de 6e keer. We zijn 2011 volledig op basis van Drupal. Vanuit Tilburg, Breda en Utrecht werken volwijs leuke klanten. Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit, Graden. Jaguar Land Rover Benelux en we zijn op zoek naar collega's die ons kunnen helpen bij het ontwikkelen van hele toffe websites en applicaties. Ik zou de sprekers, sponsors en bezoekers van dit jaar vragen om volgend jaar weer allemaal massaal te sponsoren, sessies in te dienen, te komen, kaartjes te kopen, collega's mee te nemen. Gooi je hele bedrijf maar dicht. Kom hier naartoe. Dit is zo onwijs belangrijk om te netwerken. Andere mensen te spreken. Van gedachten uit te wisselen. Je team, je bedrijf te inspireren. Het gaat niet alleen maar om geld verdienen en heel hard werken. Het gaat vooral ook echt om samen zijn. En die community levend houden. Want dat is wat Drupal is. Een hele actieve, levende community. En die blijft leven door dit soort activiteiten.